What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als Kalvijn. En het is tijd voor een nieuwe video, dames en heren. Ja, ja. Is het jou al verteld dat het deze maand de meest legendarische maand ooit is? Nee? Oké, nou dan ga ik het je even uitleggen. Deze hele maand maak ik elke dag een video. Of in ieder geval, het streven is om elke dag een video te maken, zolang jullie het aantal likes halen wat ik jullie vraag. En vandaag is dat aantal 8500. Elke dag komen er dus 500 duimpjes bij. En als jullie dat halen binnen 4... Hey, waar ga jij naartoe? Waar je vluchten voor mij? Dik, hè? Elke dag komen er 500 duimpjes bij. En als jullie dat binnen 24 uur halen, komt er morgen weer een nieuwe video. Dus swipe eventjes de duim. Wat? Swipe de duim. Het is niet makkelijk deze maand voor mij, jongens. Laten we dat even wel wezen. De video van vandaag is bijzonder. Omdat dit eigenlijk de eerste serie is die ik ooit op mijn kanaal heb gemaakt. Namelijk kutreclames. Ik denk 7 jaar geleden heb ik voor het eerst een aflevering van kutreclames gemaakt, waarbij ik dus reclames helemaal kapot ging maken. Want ja, iedereen kent dat moment dat je naar reclames zit te kijken en dat je denkt: Jezus, wat kut. Holy shit. Heb ik dit net echt gezien? Een aantal van die reclames ga ik vandaag onder de loep nemen. Ik geef mijn commentaar erop. Hier en daar misschien een iets wat pittig grapje. Maar hè, moet kunnen. Dus like deze video en wees geabonneerd op mijn kanaal. En dan gaan we beginnen met het kutreclames deel... Wat is het? 816. Het is tijd voor de allereerste kutreclame, mensen. Ik kan niet wachten. Stop nu met al dat stressen en doe ons maar lekker na. Zoveel leuke, lekkere smaken in granola. Ja, je zult zien. Dit is een top ontbijt. Kom mee maar op, dit moet je proeven. En neem gewoon eens even de tijd. Ontbijten doe je met granola. Ja, neem de tijd nou met granola. De beste start voor iedere morgen. Ontbijten zonder zorgen. En iedereen op tijd. Ontbijten wordt weer leuk met granola. Van Eat Natural. Haal ze nu bij jouw supermarkt. Wat heb ik net gezien? Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Oké, ik kan er weer tegenaan. Sorry, ik moest dit eventjes... Hey, ik zie mezelf in de spiegel. Yo, papi, what's going, man? De granola. What the fuck? Granola. Er zijn een aantal dingen die me opvallen bij dit allereerste shot. Namelijk in eerste instantie dat kapsel van die jongen. What is up, papi? Wat is dit voor rare spriet en shit? Oké, ik weet dat mijn kapsel ook niet altijd even goed zit. Maar deze guy... Oké. Maar wat me eigenlijk nog meer opvalt, is dat meisje wat aan die tafel zit. En de manier waarop ze daar zit... Zij heeft trauma's voor life. Dat weet je gewoon. Zij wordt geslagen door de vader en shit. Kijk hoe ze erbij zit. Ik heb dingen meegemaakt. Mijn ouders slaan me al jaren. Elke dag. Kelvin, help me. Ik wil niet mijn leven. Help. Fuck aan met deze kaasschaaf. Wie zet zo de schaaf in de kaas? Wie doet dat? Niemand. Oké, genoeg over het allereerste frame van deze commercial. Stop nu met al dat stressen. Stop nu met al dat stressen. Stop nu met al dat stressen. Die zin ook. Jullie zijn de enige reden waarom ik me zou gaan stressen. Ik krijg juist stress door deze reclame. Stop nu met al dat stressen. En doe ons maar lekker na. Ja, je zult zien. Holy shit! Ik vind het shot van die mond echt zoveel te heftig. Ook dat oranje randje om die bakkers heen. Heb je paprika chips lopen vreten of zo? Gadverdamme! Ook dat tandvlees van deze chick. Wat is er toch altijd met tandvlees in reclames? Waarom hebben alle acteurs en reclames veel tandvlees? Hey, ik kom hier voor de auditie, voor de reclame. Oké, laat je tandvlees maar even zien. Aangenomen. Yes! Dit is een topontbijt. Ik kan echt nachten wakker liggen van dit shot. Echt serieus. Wie? Je kan niet zo zijn. Je kan niet die guy zijn die het niet roert door elkaar heen. Kijk even slow motion. Kijk even hoe weinig yoghurt hij heeft. En hoeveel van die shit. Zo werkt het gewoon niet, oké? Kom even maar op, dit moet je proeven. Waar komt ineens deze vrouw vandaan? Hoe komt deze vrouw ineens hier? Je gaat me niet vertellen dat dit dezelfde vrouwen zijn. Kom mijn vriendin maar gewoon van gedaante verwisselen. Dan had ik elke keer seks met iemand anders. Grapje. Oké, grapje. Grapje. Sorry. Grapje. Oké. Vervolgens zien we allemaal van die typische ranzige smikkelshots. Die shots waar mensen eten zijn gewoon nooit flex, jongen, in reclames. Ik bedoel, ik snap niet dat je voor een camera zou gaan zitten en zou gaan eten. Ik snap gewoon niet. Het is gewoon heel onsmakelijk, snap je? Mooi is ook, als je de muziek weghaalt, dan hoor je gewoon echt de audio. Gadverdamme jongens, dit kan... Is dit het niveau van vandaag? Oké, ik snap hem. Kom eet maar op, dit moet je proeven. Ja, dat zegt dus ook elke pedofiel ter wereld. Kom, eet maar op, dit moet je proeven, meisje. Je hebt altijd zo'n what the fuck moment in kutreclame. Zo'n moment waar je niet echt een goede grap bij kan bedenken, maar waar je naar zit te kijken en dat je denkt... What the fuck gebeurt hier? Wat is dit voor move? Dit heeft nog nooit iemand gedaan. Stel je voor, je staat in die club te chillen, je hebt een chick versierd, je zegt hey, ik ga even dansen. Die chick is weg, dat kan ik je vertellen. Het mooie is, in de beschrijving van de YouTube video van deze commercial staat: win een jaar lang gratis granola van Eat Natural. Wat je daarvoor moet doen, maak je eigen versie van ontbijten doe je met granola. Sing it, film it, post dit met hashtag ontbijten doe je met granola. Ik ben even op Instagram gaan kijken en de actie loopt niet echt goed, moet ik eerlijk toegeven. Je ziet voornamelijk foto's van ontbijtjes, maar eigenlijk geen mensen met hun eigen variant van granola. Hoe verrassend. Nog heel even iets aanstippen, namelijk dit shot. Het allerlaatste shot waarin ze die happen aan het nemen zijn. Laten we even goed kijken naar hoe dat gaat. Ontbijten wordt weer leuk met... Let even goed op dat kommetje van het meisje en die lepel. Even slow motion graag. Ze schept niet eens. Ze legt gewoon de lepel erin en ineens is daar fucking yoghurt. Goed, we zijn nog maar net begonnen jongens. We gaan door met reclame nummer 2. Goeiedag. Ik kom voor een multifocale bril. Ah, u bedoelt onze I Love multifocale bril. Dan zou ik gelijk even uw ogen opmeten. Is altijd gratis bij I Love. Briljant. Uw bril om veraf scherp te kunnen zien. Maar ook van dichtbij. Multifocale bril. €99. I Love. Met 150 verkooppunten dichter in de buurt dan u denkt. Ik ga naar I Love. Ah. Jezus. Jongens. René Vroger. Waarom? Ik bedoel, niet, er is niks mis met René Vroger. Maar wel in combinatie met een fucking brillenwinkel. Ah. Ik kom voor een multifocale bril. Kom hier voor een multifocale bril. Hou je bek, man. Alsjeblieft. Ah, u bedoelt onze I Love multifocale bril. Oh, u bedoelt onze I Love multifocale bril. Jezus, hoe irritant wil je zijn als medewerker? Kom je naar Adidas winkel, zeg je... Hey, ik kom voor een paar nieuwe schoenen. Oh, u bedoelt onze... Adidas schoenen. Ja, ik sta zeg maar in een fucking Adidas winkel. Nee, ik kom voor Skechers, godverdomme. Dan zou ik gelijk even uw ogen opmeten. Is altijd gratis bij I Love. Briljant. 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 Want het is een brillenreclame. En hij zegt briljant. Comedy! Om veraf scherp te kunnen zien. Maar ook van dichtbij. Je hebt een vrouw en kinderen, teringleier. Dat knipoogje, dat kan gewoon niet. En ook van dichtbij. Ja! Oké, jongens, even een serieuze noot. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is dat deze commercial voorbij is. En dat we hem hopelijk nooit meer hoeven te zien. Het slechte nieuws is alleen... Er is een vervolg. Ah! René! Multifocale bril. Hey, briljant! Oh, sorry. Maar ook van dichtbij. Goeiedag. Ah, u komt voor de multifocale. Ik kom voor een multifocale zonnebril. Multifocale zonnebril, €99. Lekker voor als je even niet op wil vallen. Ik ga naar I Love. Oh, maar wat een verschrikkelijk. Nog steeds verschrikkelijk. Nog steeds kut. Ah. Multifocale bril. Die kop van hem ook. Die kop als hij het hoort. Multifocale bril. Ja, je hebt het aan jezelf te danken, vriend. Oké, het is je eigen schuld. Je ziet wel dat hij het er echt moeilijk mee heeft. Hij vindt het echt lastig. Maar je weet ook dat je dat kan verwachten, René, als jij zo'n kutreclame meedoet. Eerlijk. Goeiedag. Ah. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik vind het wel echt een hele intense manier om iemand welkom te heten in een winkel, hoor. Stel je voor dat je in een winkel komt en iedereen gaat altijd... Lekker voor als je even niet op wil vallen. Lekker voor als je even niet op wil vallen. Nou, nu dat je die zonnebril op hebt, je valt echt... Ik heb geen idee meer wie dit is hier, oh. Wel lekker blobvismondje, René. Dat kan je niet ontkennen. Mm. We gaan door met de volgende reclame, mensen. Vergeet filmpjes kijken maar, wij hebben enkel elkaar. Er is geen wifi hier, daar gaat je surfplezier. Blijf maar zitten op je plek, Boma wil een goed gesprek. Dit wordt een lang bezoekje, zij nam het laatste boekje. Geen wifi, geen smartphone, er is enkel mijn xylofoon. Tijd om onbeperkt te surfen. Orange lanceert het eerste mobiele abonnement met onbeperkte data voor €40. Omdat het echt telt. Orange. Wat heb ik net gezien? Het voelt alsof ik hele rare drugs gehad heb. Goed, dit gaat dus over een man die in een wachtkamer zit en hij heeft geen internet. En dan gaat een meisje, gaat zo telepathisch zingen. Ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet. Er klopt iets niet aan deze reclame. Want als je aan het begin kijkt, dan zie je die wachtkamer, zie je die gozer zitten. En dan zie je op de achtergrond die opa. Die echt zo super langzaam zo... Dan zien we een shot van een klok. Dat is echt 1,5 seconde. En dan gaan we terug naar dit eerste shot. En die opa is weg. Dat is een hele snelle opa, mensen. Een hele snelle opa. Waar is hij gebleven? Is hij geteleporteerd? Is hij weggerend? Dit kan niet. It's impossible. En dan gebeurt het allerziekste wat er kan gebeuren. Er gaat iemand zingen, maar haar mond beweegt niet. Waar komt die stem vandaan? Waar komt het geluid vandaan? Wat zijn ze aan het doen? Nou, het enige wat ik denk als ik haar zie is dat ze een fucking paranormale klein meisje is. Vergeet filmpjes kijken maar. Blijf maar zitten op je plek. Oma wil een goed gesprek. Oma wil een goed gesprek. Oké, leuk. Maar wat de fuck doet die oma hier? Wat probeert ze? Wat voor geluid kwam er uit haar mond tijdens de opnames? Daar ben ik dan benieuwd naar. Kia, let's go. Het laatste boekje. Nou, ik kan vast wel raden wat voor bril ze op heeft. Een multifocale bril. Ik ben al gewoon 3 keer doodgegaan in deze video. Besef dat even. Ik blijf erbij dat ik gewoon nog steeds niet snap hoe het kan dat dit meisje kan communiceren met haar gedachten. Ik bedoel, als wij ook gedachten konden lezen, dan zou die commercial er zo uitzien. Ah, fuck man, Tinder werkt hier niet. Kutzooi. Nou, dan ga je maar real life tinderen. Die Jimmy is iets te jong. Wow, deze keg is kolo lekker sowieso, like omaatje. Kan altijd niks mis met oma. Deze heeft waarschijnlijk een beetje wijde punani, want ze is al moeder. Geloof mij, mijn mama heeft echt strakke punani. Oh my god, ik ben verliefd. 8000 likes, dat is het aantal wat we moeten halen, zodat er morgen weer een nieuwe video komt. Vond je deze video nou vet? Doe dan sowieso een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dan zie ik je gewoon morgen weer met een nieuwe video. Hopelijk vonden jullie deze kutreclames geweldig. What's good, Kelvin?